Hallo allemaal en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij hier op het Zultreks, de enige echte natuurlijk. Nou, het is weer weekend jongens, weer even lekker 2 dagen rust voorlopig. En ik ga sowieso, nog naar buiten om een vlog op te nemen, maar ja, we zouden nog naar de kermis gaan vandaag. Deze video is op dezelfde dag opgenomen toen ik hem gepubliceerd heb. Dus, maar ik heb niks meer gehoord. Dus in ieder geval, ja, ik weet niet of dat we nog vandaag nog doorgaat dat we naar de kermis gaan. Maar in ieder geval wil ik toch vandaag en morgen nog heel even naar buiten om een paar vlogjes op te nemen. Want er zitten even weer wat dagen tussen. Ja, ik ben momenteel niet zo actief. Ik ben een beetje moe en ja, het gaat ook niet echt helemaal lekker met me. Dus ja, ik heb even mijn rust nodig om bij te komen. En ik ga in ieder geval dit weekend wil ik nog even een paar dagjes, of 2 dagjes, wil ik nog eventjes naar buiten om een vlogje op te nemen. Misschien nog wel even een livestreampje te doen van GTA. Natuurlijk altijd op Twitch. Volg mij ook even op Twitch. Want daar kunnen jullie altijd kijken naar een GTA livestream van mij. Daar ben ik het meest op te vinden. Af en toe doe ik het nog wel eens eventjes op mijn YouTube kanaal. Maar het meeste waar ik tegenwoordig op livestream, dat is mijn Twitch kanaal. En dat is dus twitch.tv/itsultreks. En daar kunnen jullie heel veel livestreams van mij zien. Samen met Rob, Ramon, Nick. En dat was heel erg leuk is dat. Dus doe dat zeker weten. Ja, het was in ieder geval, het was weer een weekje wel ontzettend warm geweest. Daarom had ik ook niet echt zin om te vloggen. Het was zo verschrikkelijk warm. En dan sta je al de hele dag buiten. En dan heb ik geen zin meer als ik dan vrij ben om nog even naar buiten te gaan om een vlogje op te nemen, want het was bijna niet te doen. In ieder geval zou het weekend gaan onweren. Nou, zoals ik gezien heb, heb het wel een paar keer geregend, maar het waren allemaal weer van die flauwe regenbuitjes. En onweer heb ik zelf eigenlijk nog niet gezien. Ik hoorde van mijn moeder dat het eergisteren wel geonweerd heb. Maar ja, dat was midden in de nacht. Nou, ik heb gewoon 's nachts lekker geslapen. Ik ga tegenwoordig vroeg naar bed. Gisteren ook. Gisteren was ik al 11:30 was ik al onder zeil. Ik ben gewoon hartstikke moe ben ik. En ja, we gaan gewoon even lekker bijkomen. Ik zit nu weer een of andere film te kijken. Een Nederlandse speelfilm. De Boodschap. Ik vind het wel echt een hele aparte film. Dus ja, dat doe ik tegenwoordig ook heel vaak. Even filmpje kijken. En dan s'avonds wil ik eigenlijk wel weer gaan livestreamen. Als ik vanavond niet naar de kermis ga, dan ga ik in ieder geval nog even heel even naar buiten om 2 vlogjes op te nemen. En ik wil nog eventjes eigenlijk, ja, ik wil eigenlijk nog eventjes vanavond gaan livestreamen. GTA 5 natuurlijk. Ons spel. Ik ben inmiddels al op de 80 miljoen ben ik al beland. Ik speel heel veel natuurlijk die missies om daar lekker veel geld mee te verdienen. En ja, ik wil eigenlijk zoveel mogelijk geld hebben, zodat als ik wat dingen koop en zo, ja, dat ik daar niet meer elke keer voor hoef te sparen. Ik weet nog wel dat Pasley Estes tegen mij zei van ja, vroeger zei je altijd van joh, ik koop die en die auto, die ga ik kopen. En dan ga ik hem eerst helemaal bij elkaar sparen. Dat ik genoeg geld ervoor heb om die auto te kopen. En dan koop ik hem. En ja, nou, ik heb nu inmiddels 80 miljoen. Dus als ik een auto wil hebben, dan kan ik hem gelijk kopen. En dat wil ik eigenlijk constant wil ik dat eigenlijk hebben. Dat je dus ja, dat gewoon kan kopen wat ik wil. En dat ik ook nog een leuk bedragje dan overhoud. Waarmee ik dus gewoon verder kan. Ik wil dus niet meer constant gaan lopen sparen voor iets of zo. Ik probeer hem eigenlijk, wil ik hem doortrekken naar 100 miljoen. En dan, als ik dan net boven de 100 miljoen ben, dan wil ik weer een auto kopen. En dan
zorgen ervoor dat ik geld heb en dan gewoon weer het bedrag weer terugbrengen naar 100 miljoen. Dat ik dus altijd een extra buffer geld heb. Ja, voor iets leuks. Ik weet niet meer of dat er nog updates komen. In ieder geval, als er een update komt binnenkort, dan ja, kan ik hem gelijk kopen. En dat vind ik gewoon makkelijk. Ik vind het gewoon makkelijk om extra geld op zak te hebben. Of in ieder geval op de bankrekening te hebben. Zodat als er weer een nieuwe update komt in GTA of een nieuwe auto uitkomt in GTA, dat ik die kan kopen. Dus ja, in ieder geval ben ik daar dus allemaal mee bezig. Waar ik ook bezig mee ben, en dat is aanstaande of aankomende week. Ik ga niet zeggen op wat voor dag het is, want dan zal je net zien, dan gaat er weer een en ander gebeuren. Dus ik zeg in ieder geval, aankomende week ga ik naar de Efteling en dan ga ik dus de afscheidsvideo ga ik opnemen van de Efteling. Het wordt de allerlaatste keer dat ik naar de Efteling ga voorlopig. In ieder geval zullen Ramon en Kevin daarbij zijn. En dan gaan we de afscheidsvideo opnemen. De laatste keer naar de Efteling. Daarna ga ik mijn abonnement opzeggen. En dan is het afgelopen met Efteling. Ja, ik heb er al een hele video over gemaakt. Ja, wat zijn nou de punten waarom ik niet meer naar de Efteling ga? Ik zal nog heel kort zal ik het nog vertellen. Ik vind de sfeer gewoon helemaal niks. Ik vind de sfeer echt waardeloos. Ik vind het niet meer gezellig. Ik heb pas geleden van de week heb ik nog even zitten kijken. Dat was een video van het eerste jaar. Van het Negenpleinenfestijn. Die sfeer die mis ik gewoon heel erg in het park. Momenteel. Ik heb ook van de week trouwens gehoord wat ze nu eigenlijk gaan doen aan entertainment dit jaar in 2022. En ik heb gewoon echt zo vreselijk moeten lachen erom. Het is gewoon echt helemaal drie keer niks. Het is eigenlijk aankomend jaar is het een jaar van dat ze een soort zomerprogramma hebben. En dat zomerprogramma dat is gesponsord door de Aldi. Echt een heel goedkope skere zomerfeest is het. Met op een paar pleintjes iets of zo. Maar niet echt heel spectaculair. Niet als op het Negenpleinenfestijn. Daar komt bij dat ik de laatste tijd... ik heb er ook geen mensen meer voor. Ik heb ook geen mensen meer. Iedereen gaat een beetje zijn eigen kant op. Iedereen gaat zijn eigen weg een beetje. En ik moet haast leuren om ervoor te zorgen van jongens, wie heeft de zin om mee te gaan? Zullen we wat afspreken? Zullen we ergens naartoe gaan? Dus dat is ook gewoon. Daar heb ik ook gewoon geen zin meer in. Iedereen gaat zijn eigen kant op. Oké. Maar dan ga ik ook mijn eigen kant op. En ik ga niet een abonnement nemen. Terwijl ik pas om de 3-4 maanden pas naar de Efteling ga. Dat is gewoon zonde van het abonnement. Dan kan ik net zo goed een kaartje kopen. En dat is gewoon zonde van het geld is dat. Dus dat doe ik niet. Dus ja, dat is ook eigenlijk een beetje het punt. En het derde punt komt erbij. Dat de mensen die ik in de Efteling tegenkom, ja, daar ben ik ook niet echt heel erg blij mee. Daar heb ik gewoon geen zin meer in. Ik heb gewoon geen zin meer om eigenlijk te verdedigen. En daar heb ik eigenlijk ook geen zin meer in. Dus dat zijn een beetje eigenlijk alle punten eigenlijk waarom ik niet meer naar de Efteling ga. Waarom het voorbij is. Het is mooi geweest na 5 jaar. En aankomende week dus de laatste Efteling vlog op mijn kanaal. Dat is eigenlijk een beetje alle dingen eigenlijk wat er speelt. Ik ga nou in ieder geval nog even de film afkijken. Ga ik even op je eten. En dan, dan moet ik maar even kijken of dat het nog doorgaat vanavond. En als het vanavond niet doorgaat, dan ga ik in ieder geval nog een buitenvlogje opnemen. Morgen wil ik eigenlijk ook nog even een buitenvlogje opnemen. En dan gaan we het wel zien. Dan heb ik in ieder geval weer een paar video's heb ik weer voor jullie die ik wil maken. Want
Het lijkt ook wel een beetje dat ik geen zin meer heb in het vloggen. Ik ben even een paar dagen, of een paar weken ben ik eigenlijk al heel erg... is het eigenlijk al heel erg... rustig met vloggen. Geen zin om naar buiten te gaan, lekker binnen blijven. Een beetje binnen televisie kijken en een beetje computeren en zo. Dus dat is eigenlijk ook... Ik heb ook niet meer zo heel erg veel zin om te vloggen. Dus... ik moet me eigenlijk echt wel weer een beetje verzetten. Ook qua gezondheid is het al heel erg belangrijk dat ik weer ga vloggen. Want ik ga niet stoppen ermee. Dat sowieso niet. Mijn kanaal blijft bestaan. Ik blijf doorgaan met video's maken. Ik ga gewoon door. En die wandelingen, dat is wel heel erg goed voor je gezondheid. Dus ik heb zoiets van, ik wil wel nog eventjes lekker naar buiten om even weer een vlogje op te nemen. Heb ik weer even lekker wat lichaamsbeweging. En ik heb het altijd wel leuk gevonden om lekker in de bossen en de parken lekker te wandelen. Dus dat gaan we gewoon weer doen. Ondanks dat ik even een hele tijd geen zin meer had om dat te doen, heb ik toch wel weer nu wel weer zoiets van, ik ga toch wel weer even lekker wandelen. Nou, het is 3:10 nu ik dit opneem. En ik ga hem neerleggen. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken, jongens. Ik zou zeggen, jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe het duimpje in de lucht in. Abonneer op mijn kanaal. Druk op belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En dan kan ik alleen maar zeggen, de groeten van deze kant. En tot de volgende vlog maar weer. Jongens, bye bye. Hoi.